Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik zit even op een andere plek dan normaal, maar toch voor een boekenkast, die jullie niet zo vaak zien. Maar het is een beetje lastig, het is winter, daglicht, maar hier is het prima. En ik ga jullie in deze video laten zien welke boeken ik in november heb gelezen. Ik heb het rijtje uit de Reading Journal gehaald, dus ik hoop dat ik daar alles heb ingeschreven. Nou ja. Het is meer dan genoeg. In ieder geval, deel 3 van Heartstopper. In dit deel gaan ze naar Parijs met school en er gebeurt van alles. Leuk. Deel 4 wil ik natuurlijk ook nog lezen. Maar in ieder geval, deze heb ik gelezen. In het boek is ook aandacht voor een eetstoornis. Ik vond alleen dat er te weinig aandacht aan was. Dus aan de ene kant goed dat er aandacht voor was, maar aan de andere kant vond ik het wel te weinig. Dan... Dit boek heb ik gelezen, Monsters en Mislukte Superhelden van Bart de Wolf. Een jeugdboek, maar ja, ik was niet zo heel enthousiast van dit boek, want ik vond het veel te gruwelijk voor kinderen, voor de jeugd. Er wordt iemand gemarteld, een kind. Er gaan allemaal kinderen dood op en dat wordt gruwelijk omschreven. Ja, ik vond het niks. Op zich het idee erachter dat ze mislukte superhelden zijn... Ja, dat wel leuk, maar nee. Ik ga dus niet verder lezen in deze serie. Deze serie wil ik wel graag nog verder lezen. Volgens mij heb ik bijna alle boeken gelezen in deze serie. Van Hotel de Korenwolf van Jacques Vriends. Dit is De Truc met de Dollende Dassen. De kinderen wonen in een hotel. En het is een rustig hotel in Zuid-Limburg. Maar er wordt gepland om een drukke weg achter het hotel aan te leggen. Maar daar zit een bos met dassen. Nou ja. Je ziet wel wat er gaat gebeuren. Ze gaan protesteren. Dus superleuk om weer te lezen. Ook als je dus als kind de boeken hebt gelezen, is het superleuk om toch weer een nieuw deel te lezen. Dan. Een buddyread waar ik heel lang over gedaan heb samen met Ismee. Volgens mij zijn we er de halve maand mee bezig geweest. De Spaanse liefdesleugen. We waren wat minder enthousiast. We hadden trouwens ook de verkeerde druk. De boeken waren teruggeroepen door de uitgeverij. Maar wij hebben het boek via Boekenkraam gekocht. En dan koop je dus het verkeerde boek. Ik ga jullie even laten zien. Nou, tot bladzijde 350 ging het eigenlijk best goed. Maar wat gebeurt er dan? Het zou wel kunnen dat je spoilers ziet. Dus ik zoek even de ergste bladzijde. Ik kan ondertussen wel even vertellen wat er dus gebeurde. Random in de bladzijde staan zinnen. Is dit heel... Dit is midden in een spicy scène. Ik zoek even een andere bladzijde. Er staat dus random schuingedrukte tekst. In de eerste helft van het boek was zeg maar alle Spaanse uitdrukkingen waren schuingedrukt. Dus daar is iets fout gegaan. Op zich mis je dus geen informatie of verhaal. Alleen de layout is echt verschrikkelijk om te lezen. Er zit wel een leuke boekenlegger bij. Alleen ik heb al die flapjes hierop geplakt. We hebben het uiteindelijk 3 sterren gegeven. Want op zich was het idee leuk. Maar het duurde voor ons veel te lang. Het verhaal. Dus. En er werd bijna niet over die bruiloft geschreven. Dat was wel op 1 bladzijde van de 500. Terwijl alles om die bruiloft draait. Het was van, vandaag was de bruiloft. Die en die vingen de bloemen. Daar was er een diner. That's it. Dat was echt... Nou, ik ben geen fan van dit boek. Maar ik zou hem ook niet afraden. Dan las ik nog een ander dik boek. Namelijk Cultus van Camilla Läckberg en Henrik Fexeus. En dit is het vervolg op Box. Als je van Box hield, ga je Cultus ook goed vinden. Vond je Box, dan ga je Cultus ook vinden. Dus ja, er worden kinderen ontvoerd en ook vermoord. Dat is best wel een trigger warning. Ze gaan niet allemaal dood hoor, dat moet ik wel erbij zeggen. Maar toch, dat is wel een groot onderdeel van dit boek. Schaken speelt ook een groot onderdeel in dit boek en hoofdpersonages Mina
en Vincent, die zijn weer lekker aanwezig. Mina is de regisseur en Vincent is een mentalist. En hij ziet overal verbanden in. Echt overal. Dus, maar dat zorgt wel ervoor dat ze de moordenaar kunnen pakken. Dus dat is heel fijn. Ik ben dus wel fan. Ik heb hem 5 sterren gegeven. Maar ik vond hem iets minder goed dan Box. Dus 4,75 of 4,5. Net niet 5, maar ik heb toch wel 5 gedaan op Goodreads en Hebbon. Dus, Toen, voor de leesclub hebben we Magma gelezen. De eerste cold case thriller van Carina van Leeuwen. Het gaat over 2 vermiste meisjes. De een is heel rijk en de ander heel arm. Een politicus voelt zich voelt het heet onder zijn voeten. Hoe noem je dat? De grond wordt hem te heet onder zijn voeten. En nou ja, het verdwijnings... Nee. Ik zeg allemaal rare dingen. Het cold case team gaat aan de slag met die verdwijningen. En Lynn Riley, een journalist, gaat hun daarbij ondersteunen. Nou, het is een best dun boekje. 260 bladzijden. Las best wel snel. Maar ik vond het niet super mega spannend. Maar ik ben wel benieuwd naar het volgende deel. Naar de cliffhanger op het einde. Nou ja, niet cliffhanger dat iemand bijna doodgaat. Maar zeg maar, je wil weten wie het lijk is. Ik heb ook gelezen Het Lot van de Roos van K.T. Sterling. K.T. Sterling. Volgens mij is zij Vlaams. Dus ik weet niet hoe ze wil dat we het uitspreken. Sorry als ik het verkeerd doe. Maar Het Lot van de Roos is een fantasy boek. Volgens mij het eerste deel van de trilogie. Nou, in ieder geval het eerste deel in de nieuwe reeks. Dochters van de Vee. Nou, je snapt wel dat er dus vee in zitten. En dan bedoel ik vee met F-A-E. Isabel loopt stage bij het Instituut voor Zeldzame en Exotische Ziekten. Nou, ze is ervan overtuigd dat vee, weerwolf en vampieren niet bestaan. Maar ja, er zijn toch wel patiënten die daar heel verdacht veel op lijken. Ik vond het best leuk om te lezen, maar ik weet niet of ik het volgende deel ga lezen. Maar voor de fantasy lovers is het zeker een aanrader. Gaan we naar stapeltje 2. Het Lammetje dat een varken is van Pim Lammers. Een heel leuk prentenboek dat ik zeker zou aanraden om te lezen rondom Paarse Vrijdag. Transgender. Trans zit hierin qua onderwerp. Want ja, het lammetje wordt dus een varkentje. En dat is echt een heel leuk boek. Genant van Kate Weston. Dit lees je als dagboekvorm. Echt iets voor 15, 16-jarigen. Het hoofdpersonage Cat. Wil feminist worden. En daar doet ze allerlei dingen voor. Maar ondertussen ziet ze ook dingen op Instagram en Snapchat. En is een beetje jaloers op de andere mensen daar. Dus het is echt heel erg van deze tijd qua problemen. Ook wordt ze... Is het een spoiler? Ja, dat is een spoiler. Maar in ieder geval, ze maakt zich echt om alles druk. Dus op een gegeven moment wordt het haar allemaal een beetje te veel. Maar haar ouders helpen haar heel goed. Dus dat is heel erg fijn. Dus echt een boek wat nu super goed is voor de jeugd. Of voor de young adults. Daarna las ik een poesie. Duifvleugels Stilte van Warwick Edge, een novelle. Nou ja, een mini-avontuur. Ik noem het altijd een novelles, want ja, het is een boekje. Maar het heeft meestal 120 pagina's. En officieel heeft een novelle maar 100 pagina's. Dus. Maar wat maakt het uit? Duifvleugel is deze kat. En zij heeft eigenlijk zintuigen die super scherp zijn. Dus zij kan echt in het hele bos iedereen horen als ze daar haar best voor doet. Of zien of whatever. Maar nadat het duistere woud is verslagen, lukt dat niet meer. En ze gaat eigenlijk op zoek waardoor dat komt. Dat is in deze. Dit speelt zich af net na serie 4. Dus ik zou hem echt na serie 4 gaan lezen. Want dan is dus de... Het gevecht met het duistere woud geweest. Ja. Ik heb deze 5 sterren gegeven. Want oh my god. Ik moest echt huilen. Sorry. Ik leef echt mee met deze katten. En het was zo zielig wat er in het begin gebeurde. Ja, dit kan ik wel vertellen. Nou, wat ik dus het meest zielig vond. Was dat...
een paar kittens en die moeder, die waren dus in een hol. En ja, die moeder was dus gewond en in haar slaap overleden. Maar die kittens probeerden haar steeds wakker te maken. En toen kwam er dus een andere kat kijken en die zei, wat is er? En zei, ja, probeer mama wakker te maken, maar het lukt niet. Oh my god. Ja. Misschien, ja. Ik moest daarom huilen. Misschien ben ik wel een beetje een softie met deze serie. Goed, een heel andere serie is deze. Dit is deel 3 in de Contender trilogie. Ik dacht, oh, hij is leuk paars, want dat staat mooi bij het rood en geel. Maar nee, de wereld waar ze zijn is dus paars gras. Dus dit is gewoon waar ze zijn. Je ziet Kate en zijn vriendinnetje en zijn vriend. Waarom ben ik hun namen vergeten? In ieder geval, hij is een Romein. En zij komt uit de jaren 80 volgens mij en hij komt uit het nu. En er zijn een aantal tieners geteleporteerd naar een andere planeet. Waar ook allemaal mensen uit de geschiedenis zijn. Dus er zijn Romeinen vooral heel veel. Maar er zijn ook aliens. En de hoofdpersonages moeten dus vechten tegen de aliens samen met de Romeinen. Na dat gevecht moeten ze in de jungle tegen dinosaurussen vechten. Nou, ik vind deze serie echt super leuk. Omdat er dus allerlei historische feitjes erin zitten. Ze moeten ook naar de piramide van een of andere farao. Ik ben vergeten welke. Dus het is heel erg leuk om al die geschiedeniselementen in een fantasy verhaal. Ja, ik vind het toch wel een fantasy verhaal. Want ik kan het ook science fiction noemen. Maar ja, nou, een computer is dus een beetje de baas in deze wereld. Want die kan die mensen teleporteren. En de hoofdpersonage gaat dus tegen die computer strijden. Die wil de computer uitschakelen in dit laatste deel. En of dat lukt, ja, dat moet je lezen. Met Linda las ik weer een boek in de Rosolien Aal-serie, Sterf twee keer. Dit is mijn favoriete deel, want veel grote katten spelen hierin een rol. Leeuwen, jaguars, luipaarden. Dus dat vond ik heel erg leuk. Hier zie je ook een luipaard op de cover. Beetje jammer dat deze dus niet in het wit verkrijgbaar is. Maar alleen in het oranje en donkerblauw of zo. Er is een stroper, nee. Degene die vermoord is, die zet dieren op. Hoe zeg je dat ook weer? Nou, je weet wat ik bedoel. Maar hij is opgehangen zoals hij net als met dieren zou doen die je gaat opzetten. Dus het is best wel gruwelijk. Ondertussen gebeuren er allemaal andere dingen met grote katten die mensen aanvallen. En dat heeft allemaal te maken met iets wat in Afrika is gebeurd. Ik vond het een super leuk deel. Linda gelukkig ook. Dus dat was heel fijn om te lezen. En ja, in de persoonlijke levens van Mora en Jolie. Mora en Jane. Ze worden weer een beetje vriendinnen, want ze hadden een beetje ruzie. Maar dat is heel fijn om weer te lezen. En de ouders van Jane, dat is echt soms best wel hilarisch wat er allemaal gebeurt. Een ander gruwelijk boek wat ik las was Versplinterd van Karen Slaughter. Nadat ik het boek uit had, ging ik weer de trailer kijken voor die nieuwe tv-serie Will Trent. En dan zie je dus de trailer van dit boek eigenlijk. Dus ik denk dat de tv-serie begint met het verhaal in dit boek. Iemand komt thuis en als ze thuis komt, ziet ze een insluiper en die hangt over het lichaam van haar dochter, dode lichaam van haar dochter. En dan komt er een ongekende kracht in haar los. Een kracht die de man fataal wordt. En Will Trent moet het gezinsdrama onderzoeken. Nou, echt, ik vond Will Trent echt een geweldig personage. Dat ik hier nooit eerder aan begonnen ben, ik weet niet wat mij bezield heeft. Dus ik wil in 2023 graag verder lezen in deze serie. Ik heb volgens mij 4 boeken nog uit deze serie staan, dus kan even vooruit. En het laatste boek wat ik op 30 november heel hard geprobeerd heb uit te lezen en dat was gelukt is De Blauwe Diamant, de deel 2 in de Waterfire saga. In mijn vorige video had ik het erover dat ik die wel uit moest lezen in november. Nou, dat is gelukt. Serafina en haar vrienden zoeken de talismans. Daarmee willen ze de bad guy verslaan. Ik weet niet meer hoe die heet. En je leest, vorige boek las je vooral alleen uit Serafina die samen met haar vriendin was. Maar nu zijn ze gesplitst. Dus je leest vanuit Serafina en haar vriendin Nela, denk ik. Nou,
Hoewel ik in het eerste boek de woordgebruik wat lastig vond, vond ik het in deze, was ik er een beetje aan gewend. Maar stond er achterin wel dus een... woordenlijst. Jezus. Echt 5-6 pagina's vol met woorden. Maar sommige... ja... er zijn bijvoorbeeld ook namen in wie dat dan is. En woorden zoals Bella, dat betekent mooi in het Italiaans. Dan denk ik, ja... dat is wel een beetje algemene kennis. Volgens mij. Dat je weet dat Bella mooi betekent. Maar goed. Ja. Ik vind het een leuke fantasy serie over meerminnen in de Middellandse Zee. Maar ja, niet echt een top serie. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem gelezen heb. In ieder geval deel 1 en 2. En dan in december deel 3. Dus mocht je eventueel geïnteresseerd zijn in deze serie van mij overnemen, laat het even weten. Ik heb dus deel 1, 2 en 3. Nadat ik het gelezen heb, ga ik het niet nog een keer lezen. Dus ze zien er nog best wel goed uit. Want ik heb deze dus gelezen, maar je ziet er helemaal niks van. Ja, hier is een hoekje klein beetje om, omdat ik hem in mijn tas heb gestopt. Maar dat is het. Dus als je die serie van deel 1, 2 en 3 van me wil overnemen, laat het even weten. Ik moet wel natuurlijk eerst deel 3 uitlezen. Dat waren de boeken die ik in ieder geval had opgeschreven, dat ik die gelezen had. Dus ik hoop dat ik alles heb benoemd. Ja, was weer best wel wat, maar ik had mezelf ook uitgedaagd. Dus ja, en voor december zijn er nog meer boeken op de planning, maar dan ga ik dus een weekje weg. Dus dat moet helemaal goed komen. 16 december begint mijn vakantie. Dus ik ben er helemaal klaar voor. momenteel ben ik Kinderspel en Het Mes voor de Sluipmoordenaar aan het lezen. Nou, zoals je in de vorige video hebt kunnen zien, stond hier op mijn TBR. Ja, nou... ik heb in ieder geval alles laten zien wat ik gelezen heb in november. En ik hoop dat je het leuk vond. Heb je misschien ook een van deze boeken gelezen? En dan wil ik graag weten wat je ervan vond. Of heb je nog iets wat je wil lezen wat ik heb laten zien? Laat het dan ook even weten. In ieder geval, geef een duimpje omhoog. Vond je het leuk? Laat wat weten. Dat was het. Dankjewel voor het kijken en ik zie je bij de volgende video. Doei!